Ik heb hier twee inrijklemmen van Datona, één budgetvariant en één luxere variant. Ze werken beide met een kantelsysteem zodat het wiel opgesloten wordt in de inrijklem. En in principe moet je dan de motorfiets los kunnen laten. Echter, met vervoer achterin in een voertuig moet je altijd spanbanden gebruiken. En deze moet je ook nog vastzetten aan de grond. De luxe variant die kun je los laten staan en op die manier vastzetten. Het voordeel van die vind ik ook, die is helemaal vlak aan de voorkant. Dus die kan ook tegen een plaat kun je die makkelijk aanzetten. En dan staat die eigenlijk meteen al stevig. Nu de praktijk. Nou, het is een inrijklem, dus hij moet er ook zo in kunnen. Nou, je ziet al dat hij blijft staan. Maar je ziet al, hij heeft echt de spanbanden nodig. Ik zou hem eigenlijk geen nachtje zo laten staan in de garage. Nu de andere. Nou, ondanks dat de motorfiets scheef staat, staat deze meteen opgesloten. En dat komt eigenlijk omdat deze echt samengrijpt. En die sluit mooi op de band, sluit die af. Je kan hem zelfs nog op slot zetten, zodat hij niet kantelt en eigenlijk je motorfiets er nooit uit kan rollen. Ook deze moet je natuurlijk wel met spanbanden gebruiken op het moment dat hij in de bus staat. Je kan hem zowel in de garage gebruiken en daarna in de auto zetten om hem daarna te gebruiken.